Oké, dankjewel, team. Ik hoop dat iedereen goed hoort. Voilà, ziezo, goedenavond allemaal. Welkom bij deze webinar. We gaan samen een presentatie online geven. We hebben gekozen om een Indo-presentatie, een Indo-case, te overlopen van A tot Z. Dus we gaan er ineens aan beginnen, stel ik voor. Eerst even, dat vind ik toch belangrijk om te vertellen. Ik heb geen conflict of interest. Dat wil zeggen, ik word niet door de VDW betaald om deze lezing te geven. Ik word ook niet betaald als ik bepaalde producten aan jullie verkoop, zo gezegd. Dat vind ik toch heel belangrijk om even te onderstrepen. U gaat ook zien, ik ben zeer eerlijk als het aankomt op welke zaken ik gebruik. En ik gebruik veel van VDW, maar zeker niet alles. Hè. Maar dat zal duidelijk worden naar gelang mijn presentatie. Ziezo, ikzelf kom van België. Ik werk op 4 plaatsen. Ik werk in Nederland, in Breda, op een plaats. En ik werk daarnaast ook op 3 plaatsen in Antwerpen zelf. Mijn bazen in Antwerpen zijn Peter Cussé, Erik van Doren, Paulo Peters, Hilde de Vree en Sarah Leenders. Dus dit zijn mijn bazen in Antwerpen. En daarnaast, ik werk van alle tijden onder Rubberdam, altijd, bij elke casus. Ik gebruik een loepenbril van Exam Vision, vergroting 3,3 voor het plaatsen van de verdoving en voor het aanbrengen van de Rubberdam. Vervolgens schakel ik over naar een microscoop, wat de Zeiss Opmicro Ergo is. Ik gebruik in 100% van de cases een Reciproc veil. Merendeel daarvan is inderdaad de Reciproc Blue veil, niet altijd het grootste, maar daar kom ik straks op terug. En daarnaast gebruik ik nu in 100% van de gevallen de biokeramische sealer, dat is BC, wat je onderaan ziet. Endosequence BC sealer, dat is een bioceramic sealer, de high flow. De high flow sealer is een sealer die je kan gebruiken in combinatie met een warme vultechniek. Hè. Je hebt ook een gewone bioceramic sealer van Endosequence, en die kan je koud gebruiken, bijvoorbeeld een single cone techniek. Hè. Maar ik gebruik met de warme vultechniek gecombineerd. Goed, aan de linkerkant zien we de casus, een tamelijk jonge patiënt die is overwezen voor een ontzeding van tand 46. En we gaan een aantal zaken overlopen. Het is hier rechts. Ik ga eerst even kort stilstaan bij het protocol enzovoort dat we nu gebruiken ten tijde van corona. En er is toch heel veel veranderd. Daarnaast gaan we heel kort verdoving en afzondering ook iets zeggen over de openingscaviteit. Vervolgens coronale preparatie. Dat gaat voor de meeste nieuw zijn, denk ik. Ik ga uitleggen hoe dat ik prepareer, wat een heel snelle techniek is om te prepareren. Daarnaast gaan we een aantal woorden zeggen over de lengtebepaling en dan verder gaan over de finale preparatie. En uiteindelijk irrigatie, waar eigenlijk alles om draait. En we eindigen met obturatie en de coronale afsluitingen, dus dat wil zeggen de composietvulling. Voilà. Het eerste wat ik altijd doe, dus de patiënt wordt naar ons doorverwezen en wij nemen ten allen tijde 2 beginradiografieën uit 2 verschillende hoeken. Dat doen we eigenlijk altijd, tenzij de patiënt zwanger is. Dat is eigenlijk de enige reden dat we het niet doen. Anders nemen we quasi altijd 2 beginfoto's. En op die beginfoto laat ik de assistenten de lengte meten, zoals ik hier ook heb voorgedaan. Bijvoorbeeld nu meet je irritant. Lijkt op RX 21 mm. En u gaat subiet zien waarom dat we dat doen. En daar kom ik subiet op terug. Goed, ten tijde van corona, hoe werken we nu? Aan de linkerkant zie je hoe dat we aan het werken zijn momenteel. Ik sta rechts, ik heb daar een bus alcohol vast. Dus dat kunnen we met druk aan die hendel van boven druk opmaken en dan spuiten we heel de stoel af. Even het pijltje pakken. We hebben nu rubberen laarzen aan. We hebben 2 paar handschoenen aan. 1 paar lange handschoenen. We hebben een volledig waterdichte overal aan. We hebben 2 mondmaskers aan, waarvan het onderste een FFP2 mondmasker is. Ik heb ook een face shield aan. Er is een zak rond de microscoop. Die zak wordt uiteraard ververst. De plastic van de stoel wordt ververst enzovoort. Al onze disposables of
bijvoorbeeld etspuitjes, primer, bonding, etc. Dat gaat in een speciaal UV-desinfectieapparaat. Hier zie je een zuiger hangen, die hangt naast de patiënt. Dat is eigenlijk een centrale stofzuiger en die, de bedoeling is dat die de aerosol wegzuigt. Je ziet ook dat we in een tent zitten. Hey, wij zijn eigenlijk opgesteld buiten in open lucht met de bedoeling dat de gecreëerde besmette aerosol ten allen tijde per direct verdwijnt. Dat is het idee erachter. Dit is een overdreven setting. Dat weet ik ook, dat vind ik ook. Ik werk nu al een 7-8 weken zo. Wij zijn begonnen midden april zoiets, de eerste, tweede week van april. Voor alle duidelijkheid, je moet zelf iets verzinnen. Je moet met een protocol komen om terug te beginnen. Dit is dus met andere woorden niet echt gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek whatsoever. Dat is gewoon ervaring, waar voel jij je veilig in. En je begint maar. Hè. Dit zal wellicht overkill zijn, dat besef ik ook. Maar goed, ik denk in de acute fase van corona was dit goed. Maar nu vind ik dat we het stilaan kunnen afbouwen. Wat dat we wel gaan behouden, ik weet niet hoe lang, maar ik vermoed nog een aantal maanden, is dat we de patiënt, vooraleer dat we beginnen, 60 seconden laten spoelen met 1% zuurstofwater. In Nederland gebruik ik van het kruidvat dat flesje dat je ziet staan. En dan mengen we aan, dan lengen we aan met water. Dat je dat dusdanig verdunt naar 1%. Daarna spoelt de patiënt 1 minuut met isobetadine mondspoelmiddel. Het is wel bewezen dat de combinatie, zeker van die twee, dat rond de 85-90% van de virus in de mond zogezegd zou neutraliseren of doden. En dan gaan we naspoelen met water. Goed, en dan beginnen we aan de eigenlijke behandeling. We werken in de onderkaak. In de onderkaak verdoof ik altijd met Scandonest. Dus eigenlijk bijna altijd zonder vasoconstrictor. Dan heb je een verdovingseffect van 20 à 40 minuten. En dat is eigenlijk meer dan genoeg. Ongeveer na 15 minuten zit je in de apicaal van de tand. Dus eigenlijk heb je maar 10 minuten zogezegd verdoving nodig en dan is het gros van het zenuwweefsel eruit. Dus ik verdoof in de onderkaak, althans voor de ondermolaren. Is mijn stamverdoving, mijn spiksverdoving, is zelden of nooit met adrenaline. Ziezo, dan gaan we de Rubberdam plaatsen. Dus ik gebruik vanaf de derde tand, vanaf de hoektand, altijd dezelfde techniek om een rubberdam te plaatsen. Ik ga de rubberdam doek opspannen op de frame eerst. Ik ga mijn gaatjes maken of mijn gat maken, meestal van één tand die dat we behandelen. En dan ga ik, dat is de foto dat je hier ziet, vaseline aanbrengen aan de onderkant op die gespande rubberdam doek. Ik plaats de klem over de tand en dan breng ik de rubberdam zo aan de rond met de parachute-techniek. En dat zie je hier gedemonstreerd. Ik heb het hier even op een gipsmodel voorgedaan. Maar zo werk ik altijd posterieur. Eén techniek, dat lukt bijna altijd. Anterieur, voor tand 1, 2, soms 3, afhankelijk van de casus, zal ik eerst de rubberdam doek erover trekken, samen met mijn assistenten. Zij zal dan de doek bijvoorbeeld palataal omlaag houden. Dan kom ik met een frontklem daarover. Natuurlijk, nu ging dat makkelijk omdat je met je duim op zo'n gipsmodel, je kan daar makkelijk achter. Normaal doe je dat met een latmore. Ziezo, dan. Dat vind ik een goede truc die ik eigenlijk altijd gebruik. Dat is dit. Dus ik heb deze speekselzuigers. Die zie je zo. En dan ga ik met een schaar. Ga ik de top daarvan knippen. Dus zo, hier. Dit kan je er dan aftrekken. Dan heb je eigenlijk hier je metaaldraad van die speekselzuiger. En die plooi ik om, zoals dit. En dit hang ik aan de rubberdamklem. En dan heb je eigenlijk ten allen tijde afzuiging van bleach, van Javel, van hypochloriet, vlak naast jouw tand. Dus dat gebruik ik bijna altijd. En dat is heel handig. Zeker als je soms alleen moet werken of als je assistent met iets anders bezig is. Dus dat zie je hier gedemonstreerd.
Goed, de openingscaviteit zelf. Ik ben even aan het kijken, want ik zie in de poll dat de meesten voelden zich daar het meest onzeker in. Ik denk, of ik zal uit eigen ervaring spreken, de openingscaviteit, ik gebruik daar zo min mogelijk boortjes voor. Ik had vroeger een volledig assortiment van boren. Ik had Endo-Access nummer 1, 2 en 3, een Zekria-boor met een niet naar de punt, een chamfer, een klein en een dikke enzovoort. En aan een tijd, enerzijds weet je niet meer wanneer je wat moet gebruiken. Ten tweede, is dat een kostelijke affaire? Is dat niet overzichtelijk in zaken stok enzovoort? En ten derde, jouw leercurve van een boor, en dat vind ik wel belangrijk, duurt veel langer. Als je met één boor altijd werkt, dan ken je die boor veel sneller en dan weet je veel sneller wat die boor kan en wat die boor doet. Hè. Dus ik werk bij elke tand met bijna altijd deze drie dezelfde boren. Het enige verschil zal zijn bij caries gebruik je een cariesboor en bij een overkroond element gebruik je een transmetaalboor. Dat zijn de enige twee. Maar voor de rest denk ik dat ik 90-95% van de cases doe met deze drie boren. Er is gewoon een endo, ik noem dat mijn endo-access. Die heeft zoals dat je kan zien een rechte, lichtconische vorm. Dus dan krijg je direct jouw rechte wanden. Dat ga je straks in de volgende slide zien. Dan een long neck boor. Bij mij is dat maat 0010 dat ik meestal gebruik. En een gauge boor. Gebruik ik niet zo vaak. Gauge boren gebruik ik eigenlijk enkel op frontelementen, dan de 11, 12, onder front ook. Om uw palataal dentine buik te kunnen wegnemen. Zo vaak gebruik ik geen gates. Dus heel belangrijk is jouw straight line access. En dat zie je hier. Nu, wat ik vroeger gebruikte, dat waren de endo-access-boren. Die hadden ook een schacht. En hier op het einde hadden die een diamanten bolletje. Als je die gaat gebruiken, dan ga je eigenlijk veel te snel een soort ondermijning creëren in de caviteit. En dat is weer moeilijker om een straight line access te krijgen. En als je met deze boren iets of wat centraal in de tand begint, hier begint te boren. Kijk, bij deze casus, je hebt een pulpakamer, je hebt elkaar tot aan de pulpa, hier zijn die niet zo moeilijk. Maar als je centraal boort en je zou vallen in de zenuwkamer, wat je dan kan doen is bijvoorbeeld traag draaien zonder water. Je preparatie een beetje ondermijnen boren, dat je van hier eigenlijk schuin gaat en zo breder en breder gaat. In plaats van al direct een autostraat naar beneden te maken, kan je meer centraal beginnen en dan zonder waterkoeling, dat je veel beter kan kijken, je vormcaviteit geleidelijk aan meer aan de zijkant gaan maken, totdat je echt heel duidelijk die kanaalingangen ziet. En dan kan je eventueel terug met water de caviteit verfijnen. Dus daarom gebruik ik die boor altijd. Je hebt straight line access. Dat is belangrijk voor twee zaken. Enerzijds, als je met je vijl in een kanaal gaat, kan je gewoon met je vijl tegen de wand van de tand duwen. En die vijl volgt gewoon de contour van je tand, van je caviteit en glijdt zo vanzelf in een kanaal. En ten tweede is je licht wordt veel beter naar beneden geleid, dus je ziet gewoon veel meer, je ziet markant meer. Hè. Dat is echt een verschil. Zeker als je zegt, ik zie soms geen kanalen. Zeker bij tanden die overkroond zijn, waar al het licht geblokkeerd wordt. En als je daar een perfecte straight line access kunt maken, ga je veel, veel, veel meer kunnen zien, omdat je geen kartelingen in de wand hebt die je licht gaan blokkeren. Goed, wat ik ook eigenlijk bij elke tand gebruik, dat zijn de, ik noem dat de micro-openers van VDW. Dat zijn een soort headstreamvijlen op een hendel. Dat ga je ze beat zien. En daar zoek ik eigenlijk naar het zenuwweefsel, naar de kanaal. Hier zie je volledige necrose. En hier zie je het distale kanaal. En dat vind ik heel handig om te gaan zoeken waar liggen mijn kanalen. En om het gros van het zenuwweefsel er ook al uit te halen en om echt te verkennen. So we can go back to slides. Dus die gebruik ik bij elke tand. Bij elke tand. Omdat je, als je openingscaviteit maakt, zie je soms, weet je niet goed waar zijn mijn kanalen gelokaliseerd. Daarmee begin ik echt op de bodem soms ja, te tikken, te prikken en dan val je ergens in. Dan weet je, oké, daar is mijn kanaal. En als je één kanaallocalisatie vindt, dan weet je al iets of wat aan de anatomie
waar dat tanden moet liggen. Zaken symmetrie enzovoort. Eerste ondermolaar, meestal 4 kanalen. Tweede ondermolaar, meestal 3 kanalen. Derde ondermolaar, 1, 2, 3, 4 kanalen. En die zijn heel afwijkend. Dat vind ik een hele belangrijke. De long neck boren, die gebruik ik ook altijd. Dus nu ga je zien, ik noem dat de lijntjes naboren. Dus ik ga met een long neck boor gaan boren. En dus die je stof verschijnt. En ik ga eigenlijk over de witte lijnen van de caviteit blijf ik naboren. Dus nu ga ik eerst naar de kanaalingangen. Dan maak ik alles proper. Je kan ook vanuit het kanaalingang naar boven gaan om ondersnijdingen weg te halen. Dit ga ik even pauzeren. Nu zie je hier deze plaats. Dus hier is er stof. In het begin had ik op deze plaats duidelijk een kanaal gevonden. Hier nog niet. Hè, maar hier zie je wel vanuit dit kanaal zie je een ismus lopen. Een dunne lijn naar hier. Een fijne smalle lijn. Dus dit lijntje ga je met je long neckboor fijn blijven uitboren. En dan ga je zien dat je dikwijls op dat traject ook nog een kanaal zal ontdekken. Zeker als je weet dat daar meestal twee kanalen gelokaliseerd zijn en als je ziet dat het reeds gevonden kanaal iets of wat aan de zijkant ligt. Het komt ook voor dat je één mesiaal, één distaal kanaal hebt. Inderdaad, dus twee kanalen. En dan liggen die eigenlijk alle twee veel meer in het midden. Okay, let's go back to slides. Alright. Dat zie je hier op die foto. Dus hier op dit traject zijn we hier gaan verder zoeken. Dus hier ga ik met mijn long neckboor verder in. En je gaat zien dat ongeveer ja, ter hoogte van hier stopt die lijn. En waar die lijn stopt, is meestal de ingang van een kanaal. Of er is een soort, wat we fins noemen, uitlopers van het centrale kanaal. Daar heb je dikwijls op centrale of laterale snijtanden. Heb je eigenlijk één breed kanaal. En aan de zijkant, meestal vestibulopalataal, heb je nog een soort vin, nog een uitstulping naar de wand. En dat kan er ook zo uitzien. Maar hier was het dus effectief nog een kanaal. Daar gaan we ze biedt op terugkomen. Okay, dus we hebben die lengte van die tand gemeten in het begin. En wat we dan gaan doen, dan gaan we, en ik denk dat veel mensen dit niet doen, dan gaan we per direct tot 2/3 van die lengte gaan we met onze vijl, hier zie je nu een Reciproc Blue vijl, gaan we direct prepareren. En dus voor alle duidelijkheid, ik maak de tand open en alvorens er iets in het kanaal gaat, oké, okay, buiten die micro debrider, dat instrumentje met die handel, buiten dat is de allereerste echte vijl, is mijn Reciproc vijl, maat 25, en die gaat tot 2/3 in het kanaal, direct. Dus je meet op je radiografie ongeveer, mijn kanaal is 21 mm. Dat scheelt meestal 1,5 mm is dat meestal accuraat. Als je een goede hoek inschiet met je radiografie. Dus je mag tot ongeveer een 14 mm mag je eigenlijk in dat kanaal gaan prepareren. Als mijn openingscaviteit gemaakt is, probeer ik ook zo snel mogelijk hypochloriet in de tand aan te brengen. Het gaat daar natuurlijk om. Hè. Sinds 1970 is er niks veranderd in zaken de manier van werken. We maken nog steeds de tand open. Je moet nog steeds het zenuwweefsel eruit halen. Het moet reinigen en je moet terugvullen. Dus hypochloriet is de core thing van een endobehandeling. Ik zei er juist reeds een vraag verschijnen, dus daar kom ik straks op terug. Alleszins, ik gebruik 3% hypochloriet in de praktijk. Dus dat is die coronale preparatie en we doen dat in een packing motion. Dat zie je nu hier op een plastic blokje. Dus je gaat met die Reciproc file eigenlijk in de tand. Hier kruis ik de fluids. We gaan daarin, laat die even werken. Tak, tak, er terug uit. Eigenlijk is die al net iets te lang. Dit is goed. Even laten werken. Tak, tak, er terug uit. Terug even werken, er terug uit. Terug werken, er terug uit. En na 1 of 2 keer kruis ik die fluids. Dus dat was hetgeen dat je zag in die clean stand, dat de windingen van die vijl terug proper zijn. We can go back to slides, John. Dus met jouw picking motion ga je in dat maagdelijk intact kanaal, waar er nog niks in geweest is, ga je naar beneden. Daar heb je meestal voor die 14 mm, die van boven meestal niet geoblitereerd of wat dan ook zijn,
heb je misschien drie, vier keer je motion nodig en dan ben je daar. En in die drie, vier keer zal je één, max twee keer je vuiltje moeten kuisen in zo'n moesje, in zo'n spons, in zo'n clean stand. Goed, ik heb gezien de reciprocating motion. Die is bekend bij ongeveer 90-95% van de participanten. En dus daar gaan we heel snel even over gaan. De reciprocating motion is uitgevonden door VDW in 2011. Basically, gebeurt er jouw roterende vijl, die dat werkt, die gaat eerst een hoek maken tegen de klok, want dit is van onder bekeken. Je gaat een hoek maken tegen de klok, een grote hoek, en dan vijlt die, dan werkt die, dan haalt die dentineweefsel weg, dan maakt die een vorm aan jouw kanaal. En dit is het werkend stuk van de vijl. En vervolgens gaat hij een kleinere hoek maken met de klok terug mee. En dan gaat die tip zich ontwinden en terug uit de dentine schroeven en dus zo loskomen. En dus dat blijft hij continu doen. Werken, ontwinden, weer, enzovoort, enzovoort. Dus dat is een reciprocerende draaibeweging. En het reciproc systeem, dat dus van VDW is, is vernoemd naar hun beweging die ze in 2000 hebben uitgevonden. Let's go back to slides. Nu wat dat eigenlijk heel interessant is om te zien, de reciproc beweging hebben we sinds 2011, dus nu 9 jaar. En het reciprocerende draaisysteem ten opzichte van een continu roterend draaisysteem, waarbij jouw vijl continu blijft draaien, bijvoorbeeld ProTaper is daar een van de meest bekende systemen in. Het reciprocerende draaisysteem is het meest onderzochte, de meest onderzochte topic binnen de literatuur op vlak van endodontie. Meest onderzochte topic. Van het Reciprocating Movement System zijn er 600 wetenschappelijke artikels voorhanden. Dus daar weet je bij wijze van spreken alles van. Het is dus ook aangenaam of plezant om daarvoor te mogen spreken, want volgens de literatuur is, volgens de wetenschap, is het reciproc draaisysteem, het reciprocerend systeem, ik zeg niet de reciproc file, het reciprocerend draaisysteem, zoals Wave 1 draait ook reciprocerend. Het reciprocerend draaisysteem is veiliger op vlak van een aantal zaken. Hè. No discussion needed, all hands down. Hè, dat kan je gewoon, ook al ben je de uitvinder van een continu roterend systeem, dat kan je niet ontkennen. Als we bijvoorbeeld kijken naar deze studie, dan zien we dat de cyclic fatigue van reciproc zelf dan. En dus nu vergelijken we twee reciprocerende systemen. Maar reciproc is eigenlijk beter dan dat van Wave 1. En wat is cyclic fatigue? Cyclic fatigue is metaalmoeheid. Als een vijl in een bocht gezet wordt, bij een molaar eigenlijk altijd, als een vijl in een bocht zit, wordt het metaal, wordt het nikkel-titaan beter gezegd, aan de binnenbocht wordt gecomprimeerd. Aan de buitenbocht wordt je metaal eigenlijk uitgerokken. Dat geeft metaalmoeheid. Als je een vijl dikwijls stiliseert, dat geeft ook metaalmoeheid. En op de plaat in die bocht breekt die vijl dikwijls. Dus dat is file fracture because of cyclic fatigue. En dus die cyclic fatigue is bij Reciproc sterker bijvoorbeeld dan bij Wave 1. Als we kijken naar een andere studie, hebben we gezien dat de cyclic fatigue, hetgeen dat ik juist heb uitgelegd, is bij een Reciproc file van VDW veel beter als je die reciprocerend gebruikt in vergelijking met dat je diezelfde vijl continu roterend zou gaan gebruiken. En dus dat is de kracht van die reciprocating movement. Een andere studie laat zien dat je microcracks apicaal, die zouden minder zijn bij een reciprocerend systeem dan bij een continu roterend systeem, zoals bij ProTaper, omdat je continu roterend blijft draaien, eigenlijk de dentinevelsel meer ophoopt. Blijft draaien en dat kan dan weer microcracks apicaal induceren enzovoort. Nog een studie, maar we gaan er niet te veel bespreken, want dat wordt een saaie boel. Nog een studie laat zien, en dat lijkt een beetje contradictorisch, dat uw reciprocerend draaisysteem eigenlijk sneller, gutta-percha bijvoorbeeld, vullingsmateriaal uit een tand haalt dan een continu roterend systeem. Waarbij je zou denken,
Een continu roterend systeem werkt continu, werkt de hele tijd. Dus zou zogezegd sneller of efficiënter moeten werken. Wel, niets is minder waar. Studies laten ons zien dat reciproc veel efficiënter is. Zeker in retreats. Hè. Dus dat vind ik ook het mooie verhaal daaraan. Ik heb in mijn praktijk ik heb een aantal veilsystemen. Ik heb reciproc, waar ik eigenlijk alles mee doe. Zowel een primaire casus als een herbehandeling. Ik doe een retreat ook met een reciproc veil, ook maat 25. Dan ga je zien, omdat die veil juist zo scherp is met die S-vorm, trekt die als het ware de guttapercha uit die tand. Ik doe ook mijn retreats droog. Ik begin altijd droog, zonder chloroform, zonder andere solventen. En dan zie je dat je dikwijls de hele guttapercha-strengen uit je kanaal trekt. Ik heb naast een reciproc veil heb ik een Wave 1 Small, heb ik, de gele Wave 1. Die gebruik ik soms als ik volledig geblokkeerd zit. Kan die veil wonderen doen. En ik heb daarnaast een purperen M2 of de AirPilot van VDW. En die gebruik ik bij één kanaal in de mond. En dat is het vierde kanaal van een bovenmolaar, het mesiopalataal kanaal. Moeilijk te vinden, vierde kanaaltje, daar gebruik ik een AirPilot of een purperen M2 toevel. Dat zijn eigenlijk mijn vel in de praktijk. Voor de rest heb ik geen systemen. En denk ook, dat is ook juist, je mag alles, maar ik denk, het is veel minder efficiënt als je 5, 6, 7 velsystemen hebt. Want nogmaals, net zoals bij die access board, dan duurt het veel langer tegen dat je velsysteem kent, tegen dat je de limiet van dat velsysteem kent. Er zijn 450 velsystemen op de markt. 450. Dus ik vind het de kracht is juist om een velsysteem te kiezen dat heel snel leert. 90% van de endos wereldwijd worden uitgevoerd door algemeen tandartsen, wat dat dus prima is, maar dan vind ik het juist des te belangrijker dat we allemaal een simpel systeem gaan gebruiken, easy to teach, en dat is reciproc absoluut, omdat je maar één veil hebt en je hebt geen glijpad nodig. Maar daar kom ik straks op terug, want een glijpad vind ik een heel belangrijke. Daar ga je veel geld en tijd mee winnen. Een volgende studie laat zien, en dat is ook heel interessant, dat als je een tand openmaakt, heeft deze studie bewezen dat in 93% van de gevallen jouw reciproc veil per direct tot apicaal geraakt, zonder vooraf een handveil te hebben gebruikt of zonder vooraf een glijpad te hebben gebruikt. Ik zal het glijpad hier eens uitleggen. Ik heb gezien dat velen van jullie, ik ga even kijken, ongeveer een 70% heeft een glijpad nodig. Wat is een glijpad? De meeste mechanische systemen op de markt, die vereisen een mechanical glide path. Dat is een vorm in jouw kanaal dat je al moet hebben aangelegd alvorens de eerste mechanische veil van jouw veilsysteem, zoals de Wave 1, zoals een ProTaper, Next Coat enzovoort, te gebruiken. Dus je moet reeds een bepaalde vorm in jouw tand hebben en een glijpad moet een maat 15 hebben. En dus je hebt handveilen 6, 18, 15. Dus je moet bij de meeste systemen reeds met een handveil 15 tot apicaal zijn geweest. En slechts dan heb je je glijpad en kan je je mechanische veil gaan gebruiken. Je kan dat dus met de hand gaan doen. Je kan met de hand veil 6, 18, 15 gaan gebruiken. Dat duurt natuurlijk langer. Of je kan een mechanische glijpadveil gaan gebruiken. De ProGlider of de PoutFiles of dergelijke meer. Dat is het glijpad. Een ruimte die je maakt vooraleer de mechanische veil van je systeem te gebruiken. Dus u hoort het, extra tijd, maar ook extra kosten. Als je een extra mechanische veil hebt, heb je een extra kost. En nog belangrijker, nu komt de kat op de koord. Het zijn dikwijls deze glijpadveilen die breken. Dit zijn zeer fijne veiltjes. Aan de tip zijn die slechts grote 15. Die komen in een iets of wat maagdelijk kanaal. Het minst dat die blokkeren of vastzitten, ben je die kleine tip kwijt. Hè. Soms kan je die wel passeren, is dat geen drama. Maar dat zijn vrij fragile veilen.
Dat is het glijpadverhaal. Dit heeft Reciproc niet nodig. Niet. Dus wij zijn een van de enige, denk ik, systemen op de markt die eigenlijk zegt, je mag de tand openmaken. Je gaat tot 2/3 met je Reciproc-file. Ze biedt, ga je zien, gaan we de lengte van de tand meten. Dus gaat ons handvel 10 gaat naar beneden gaan. En vanaf dat onze handvel 10 naar beneden is geweest, mag per direct de Reciproc-file ook naar beneden gaan. Dus daar is geen glidepad tussen. Daar zijn geen andere mechanische vijlen, handvijlen enzovoort tussen. Je mag direct van een handvel 10 naar jouw Reciproc-file 25 gaan. Dus u hoort het zelf, je wint tijd en je wint geld. En dat is een heel belangrijk en er is ook veel minder ruimte en tijd voor fouten te maken. Dus deze studie laat zien dat in 93% van de gevallen je eigenlijk gewoon, zelfs zonder met een handvel 10 beneden te zijn geweest, je direct met je Reciproc-file naar beneden kon. En dat heeft allemaal te maken met de vorm, met de cross-sectionele vorm van die vel. Die S-shaped design is daar eigenlijk het patent, is daar het geheim achter. Dus voor alle duidelijkheid, wij adviseren dat je eerst met een handvel 10 tot apicaal bent geweest, vooraleer je mechanische vel helemaal tot apicaal is geweest. Hè. Maar zoals ik er juist zei, je mag wel tot 2/3 gaan met die Reciproc-file, zonder dat dat een handvel 10 is geweest. Dus dat is hetgeen dat ik er juist heb verteld, de voordelen van die reciprocerende beweging. Het is veel sneller, je hebt minder kans op vijlfractuur, je hebt minder cracks en microcracks apicaal. Die vijlfractuur, een vijl breekt omwille van twee redenen. De eerste reden, hetgeen dat ik er straks zei, de cyclic fatigue. Een vijl in een bocht, binnenbocht wordt gecomprimeerd, buitenbocht wordt nickeltitaan uitgerokken. Op dat punt breekt die. Hoe los je dat op? Wel, je moet continu met je mechanische vel aan het bewegen zijn. Je moet op en af, op en af, op en af een pompende beweging maken, packing motion en zo naar beneden gaan. Je mag nooit met je vel statisch blijven, want dan blijf je de punten van compressie en extensie van die vel op dezelfde plaats behouden. Dus zo los je dat op. Maar is een tweede reden dat een vel breekt. Het is torsional stress. Dat wil dat zeggen, als de tip van een vijl, als de voeten van de vijl vastzitten en de torso, de body, blijft bewegen, dan breekt die vijl in het midden van zijn romp. Hoe los je dat op? Wel, dat heeft VDW reeds voor jullie opgelost. Dat zit eigenlijk in de reciprocerende draaibeweging. Het feit dat die vijl zich terug losdraait na een tijd. Dus je werkt terug los, je weet terug los. Dus die tip van die vijl die draait zich terug los. Dus in theorie kan die vel op dat vlak bijna niet breken, want die wordt nooit vastgeschroefd. Tenzij dat je die vel fout gebruikt of daar heel veel kracht op zet of in een kurkdroog kanaal enzovoort gaat werken. En vandaar dat ik er juist zeg, vanaf dat jouw caviteit is opengemaakt, breng daar direct bleach, hypochloriet in, dat je een vochtig kanaal hebt. Ik ga soms in discussie met mensen, dat is een heel moeilijk onderwerp, dit tot hoever moet je apicaal gaan? Wat is de maat waarbij dat je apicaal je kanaal moet prepareren? En heel veel endodonten die willen daar ook op congressen precies geen exact getal op kleven. Goed, ik heb hier een studie die ik aanhaal. We hebben een M2 maat 35, gaan we vergelijken met een ProTaper maat 30, die is 9% taper. Een Reciproc maat 25 en een Wave 1 ook maat 25. We zijn die gaan controleren, wat hebben we gezien? Instrumentatie met de Reciproc-file is veel sneller, dat wisten we al uit de studies, uit de 600 studies. En daarnaast zien we dat de Reciproc in de kanalen geprepareerd met Reciproc, die zijn properder. Apicaal in vergelijking met de andere systemen. En dus nu zou je zeggen, verdorie, je gaat slechts tot een maat 25 en toch is dat kanaal properder dan een maat 30 bijvoorbeeld. Nu,
Ik vind je moet een kat een kat noemen en alles ook in een context bekijken voor deze studie die nu zegt dat een reciprocate zogezegd proper doorkrijgt dan een protaper, vind je waarschijnlijk andere studies die juist het tegenovergestelde zeggen. Dus ik ga zeker niet postuleren dat een reciprocity systeem het veel, veel properder krijgt. Wat dat ik wel vind, wat dat ik wel zeg, is als je tot maat 25 kan blijven, dan blijf ik daarbij. Tenzij je natuurlijk een herbehandeling hebt waarbij dat je naar maat 40, 50 moet gaan, of tenzij je een open apex hebt enzovoort. Ik prepareer mijn kanalen eigenlijk altijd standaard tot maat 25. Dan ga ik apical gouging doen. Dan neem ik een handvel maat 25. Een handvel, een dunne handvel. Die zet ik op de lengte van het kanaal, bijvoorbeeld 21 mm. Ik steek die in het desbetreffend kanaal en ik voel, zit die vijl iets of wat stug, zit die iets of wat vast. Als je die gewoon zonder enige moeite over de apex kan duwen, ja, dat spreekt voor zich, dan moet je breder gaan. Hè? Want anders gaat ook je gutta-percha-conus er wellicht over gaan. Hè? Dus dan ga ik naar een maat 35, 40 met de handtikkels of soms, als ik nog breder moet gaan, met mechanische vijlen. Dus dat is apical gouging, dus ik test dat in elk van mijn 2, 3, 4 of 1 kanalen. En dan weet je tot waar je moet gaan. Dat is dus zo een reciproc blue vijl. En die zijn niet geverfd of zoiets, die zijn ook niet gecoat. Die hebben een blauwe kleur omwille van een hitte treatment. Dus dat is een nickel titaan vijl. Die hebben een warmtebehandeling gehad en dankzij of door die warmtebehandeling verandert de kleur en natuurlijk ook de eigenschappen van dat nickel titaan. Als je nog langer gaat behandelen in die warmte, dan gaat je vijl goud worden. Denk aan de Wave van Gold, Pro Taper Gold. Ga je nog langer, dan gaat je vijl groen worden. Denk aan de Fanta vijlen enzovoort. Dat zijn van die groene vijlen. Hoe langer je die hittebehandeling doet, hoe flexibeler je vijl zal worden, maar dan verlies je scherpte, snijkracht. En dus die blue vijl is zogezegd minder flexibel, maar vlijmscherp. Maar hoe maken wij die dan weer wel flexibel? Dat is met de cross-sectionele diameter, met de structuur. Dat is een S-shaped design. Eigenlijk als je die vijl doorzaagt en daarop kijkt, ga je een soort S-vorm zien. Dus er is heel weinig nikkeltitaan op die plaats. En dat geeft die vijl dan weer heel veel flexibiliteit. Dus dat lost het ander op. Dus we zijn naar blauw gegaan om zeer scherp te zijn. Dus dat zijn enorm efficiënte vijlen. Zeer scherp. Dus daarom gaan die ook dusdanig snel kunnen prepareren. En je hebt de flexibiliteit dankzij de vorm van die vijl. En dus je hebt drie vijlen in het assortiment. Vijl 25, 40 en 50. Ik gebruik eigenlijk altijd 25, 40 en 50 zelden. Zelden. Ik zal u vertellen waarom. Als je dan toch breder moet gaan, ben ik eerder geneigd om een handvijl te nemen. Een handvijl 35, een handvijl 40. Heel simpel, als je toch nog breder moet gaan, is dat dikwijls in de laatste 2, 3 mm apicaal. En ik vind dat dan zonde van het geld om daar een volledig nieuwe mechanische vijl aan te gaan verspillen. Dus ik gebruik dan een handvijl. En geen mechanische vijl. Maar ik gebruik wel soms die mechanische vijlen vanaf het begin. En dan kijk ik naar snijtanden bijvoorbeeld, waar je weet die apex die gaat breed openstaan bijvoorbeeld. Dus je hebt een variabele taper. Aan de tip is die 8% bij de 25, de eerste 3 mm en dan verandert die. Je hebt witte lengtemarkeringen, die vijl komt in de drie lengtes, 21, 25, 31, een iets korter kopje. Van slechts 11 mm, maar dit is basic standaard informatie. Die S-shaped design heb ik er juist al wat uitgelegd. Dat geeft die hoge cutting efficiency en de flexibiliteit, daar gaat het om. Het is een zeer conservatieve vijl, dat vind ik wel belangrijk. Hier maximaal, op dit punt bijvoorbeeld, is die vijl 1,05 mm dik. De vijl 25 is 1,05 mm dik. En ik ben op dat vlak vrij dentine gericht. Ik probeer zoveel mogelijk, zeker cervicaal dentine, te sparen als kan. Omdat we uit studies weten dat dat natuurlijk veel beter is in zaken fracturen, wortelfractuur, verticale fracturen op lange termijn. Dus dan vind ik zo'n vel beter. Ik
hou niet meer van die Eiffeltorenvijlen die zeer, zeer breed opengaan. Dus een weefselbesparende vijl. En die zijn single use. En dat is eigenlijk heel logisch. Waarom? Als je weet dat deze vijl gaat al uw werk doen. Je gaat met een handvijl 10 tot beneden. En na die handvijl 10 neem je deze mechanische vijl. Die gaat in het gros van de gevallen al het werk doen van dat kanaal. Al het werk. Dat wil dus zeggen dat de tip hier, deze 2-3 mm aan de tip, die gaan eigenlijk heel de preparatie van jouw één kanaal doen. In vergelijking met een multiple file system, waarbij dat je vijl 1, 2, 3, 4 en 5 gaat gebruiken, waarbij elke vijl een beetje belast wordt, gaat deze ene vijl al het werk doen. Dus dat spreekt voor zich dat die single use zijn. Als je die gaat steriliseren, dan worden die ook veel minder scherp. Het is net zoals bij een scheermes bij de man, dan ga je meer aan die haren trekken in plaats dat je de haren scheert. Dus vandaar, wij gebruiken die altijd één keer. Ik ga dat ook even in de context plaatsen. Ik gebruik die per patiënt, voor alle duidelijkheid. Dat wil zeggen, als er een patiënt komt voor een tand 14, twee kanalen, gebruik ik voor die tand 14 één reciproc file. Komt de patiënt daarna voor een kies en een premolaar, tand 15 en tand 16 tegelijk bijvoorbeeld, dan gebruik ik voor die 5, soms 6 kanalen ook één reciproc file. De tip die ik dan zeg is: begin met de engste kanalen. Begin als je bijvoorbeeld een bovenmolaar doet, begin met het befaamde vierde kanaal, dat kleine lastige kanaal. In de mesiale, in de mesovestibulaire wortel, doe eerst dat kanaal. Dat je voor dat klein, klein kanaal je maximale scherpte hebt. En ga pas tegen het einde van jouw behandeling het palatale kanaal doen, als de vijl al een beetje botter is geworden. Dat vind ik wel belangrijk. Zo werk ik ook altijd. Die zijn zeer flexibel. Hier zie je een casus bijvoorbeeld. Die heb ik in Nederland gedaan. Dovenwezen voor 14-15 bij de tanden. Je ziet een bocht van, ja, het lijkt scherper dan 90 graden, natuurlijk afhankelijk van de hoek waar dat je je foto inschiet. Hoe gaan we zo'n scherpe bocht aanpakken? Wat is daar het protocol? Hetzelfde als eigenlijk altijd, handvijl 10 tot beneden en een reciproc vijl tot beneden. That's it. Ik heb voor deze casus twee vijlen gebruikt, een handvijl 10 en een reciproc vijl 25. Natuurlijk ga je dat een beetje anders gebruiken. Je gaat dat natuurlijk veiliger gebruiken. Als je dat op voorhand ziet, ik ga met mijn handvijl 10 tot beneden en je meet je lengte enzovoort. En dan ga je trager met je reciproc vijl. Dus je gaat je picking motion een paar keer dieper gaan, eruit de vijl kuisen. Dan pak ik terug mijn handvijl 10 terug naar beneden, dat je je kanaal openmaakt, dat je je debris, je vijlsel wegduwt, openhoudt. Dan terug jouw reciproc vijl eruit. Vijlkuisen, een handvijl 10, irrigeren enzovoort, enzovoort. Dus dat duurt een minuut of 1, 2 langer. En dan heb je zo'n kanaal geprepareerd. De vijlen zijn ook, die kan je ook voorbuigen. Nu weet dat velen niet weten, als je die koud maakt, hier gebruik ik zo'n koude spray. Als je die vijl koud maakt, dan krijg je in zo'n vijl een knik van 90 graden of zelfs meer. Geloof me, dit krijg je in elke mond binnen. Dus als het echt niet gaat, het voorbuigen van de vijl kan handig zijn voor mensen met een beperkte mondopening. Go back to slides, John. Bij mensen met een beperkte mondopening, of bijvoorbeeld, ik denk aan typisch een tweede bovenmolaar. Die zijn dikwijls iets of wat gekipt naar distaal. Ja, om dan in die mesovestibulaire kanaal of kanalen te geraken, moet je al bijna je hoekstuk tot in de keel zitten om daarin te vallen. En dan vind ik het voorbuigen van zo'n vijl wel zeer handig. Dit zijn dus die drie vijlen in het assortiment van VDW. Dus ik gebruik altijd die 25, 40 en 50 een stuk minder. Dit is het protocol dat VDW zelf voorstelt om te bepalen welke vijl moet je nu wanneer gebruiken. Wat zeggen ze? Ze zeggen: kijk, zie je op
de radiografie op de beginnerreeks kan je uw kanaal zien. Met andere woorden, het is een tamelijk breed kanaal. Dan zeggen ze, maak een openingscaviteit. Neem een handfeil 30. Gaat die passief tot werklengte? Indien ja, ik denk aan een boven centrale snijtand. En dan neem je je handfeil, uw reciprocfeil 50. Lukt dat niet met een veil 30, doe je hetzelfde met een veil 20. Gaat die passief tot beneden, eindig je of neem je direct een reciproc veil 40. Lukt dat niet, eindig je met een 25 of neem je een 25. Hetzelfde als je kanaal zogezegd niet ziet op een reeks. Dit doe ik niet. Waarom? Ja, ten eerste, dat kost tijd. En ten tweede, nog belangrijker, ik denk als je in een maagdelijk intact, onaangeroerd kanaal een dikke, stugge handfeil 30 of 20 gaat steken en je plooit je niet perfect voor en dan vraag je om een ledge te creëren. Dus dit doe ik niet. Ik kan wel begrijpen dat dit handig is als je zegt, oké, goed, ik kom van een multiple file system, ik ga nu overschakelen op Reciproc. Vind ik het handig dat je dit de eerste 15 keer toepast. Maar na een tijd ga je eigenlijk heel snel voelen en merken welke file dat je nodig hebt. En heb je dit eigenlijk niet meer nodig, dit protocol. Dus, we hebben de coronale preparatie gemaakt. Waarom doen we dat? Dat zie je hier. Waarom hebben we dit gedaan? Nu komt de uitleg. We hebben het bovenste 2/3 van het kanaal, eigenlijk dit, hebben geprepareerd per direct. Daarvoor is daar niks ingekomen. Waarom? Als je nu met je handfeil 10 in dat kanaal binnenkomt, pas dan ga je met die handfeil 10 voelen wat er apicaal is. Waarom? Omdat die handfeil 10, net zoals de kerstman, eigenlijk met zijn benen vrij is, los zit in het kanaal, maar heel dikwijls met zijn schouders, of buik in dit geval, vast zit in de wand. En dat is tegen onze verwachtingen in. Hè? We denken dikwijls, mijn handfeil 10 zit vast, ja, dat moet apicaal volledig geblokkeerd zijn, mijn kanaal. Niets is minder waar. Heel dikwijls, 80% van de gevallen, is die handfeil 10 beneden met zijn voeten vrij, maar is die daarboven geblokkeerd? Dus is die handfeil 10 hier geblokkeerd en kan je dus je lengte niet meten. Daarom dat we ongeveer 2/3, eigenlijk is dat meer tot hier, dat we tot 2/3 gaan prepareren, dan zijn die schouders van die veilen vrijgezet en gaat die perfect apicaal kunnen meten, de lengte van het kanaal kunnen meten. Daarom ga je eerst de bovenste 2/3 van de tand prepareren. Voilà, dus we zijn gaan zoeken naar die kanaaltjes. Ik heb dit erin gestoken omdat ik even wil uitleggen hoe ik geoblitereerde, dichtgeslipte kanalen aanpak. Ik dacht, ik kan dan beter zoveel mogelijk in één casus laten zien. Dus hier zie je het initieel gevonden kanaal. En dit kanaal is geoblitereerd, dus dit zijn we gaan zoeken. We hebben dat lijntje met de long neck uitgeboord. En nu zie je, dit is mijn micro debrider en met die hendel zit daar nu in. Ik heb het gevonden. Dit is nog een extra kanaal. En nu zit daar een handveldje 6 zit daar nu in. Wat ga je doen bij een geoblitereerd kanaal? Het volgende. Je gaat met een handveil 6 prepareren. Clockwise motion. Dat wil zeggen dat je met die veil eigenlijk up, up, op, af, op, af, op. Je mag dus nooit die vel daarin draaien, zoals een kurkentrekker, maar je moet links, rechts, links, rechts, links, rechts. Die beweging moet je continu maken. Als je blijft doordraaien, dan ben je de tip van je vel direct kwijt als die zich vastschroeft. File fracture because of torsional stress. Dus op, af, op, af, op, af. Heel belangrijk. Met bleach in het kanaal, dus het kanaal iets of wat vochtig houden. U gaat zien, uw kanaal is geblokkeerd, dus die veil 6 geraakt maar tot waar die geraakt. Vervolgens neem je een handveil 8, je neemt een bredere handveil. En met die handveil 8 ga je ook in het kanaal, ga je hetzelfde doen, clockwise, op, af, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Je gaat uiteraard minder diep gaan dan die handveil 6. Vervolgens neem je een handveil 10, nog een bredere. Je gaat terug in dat kanaal, terug links, rechts, links, rechts, links, rechts.
ongeveer hoeken van 60 graden, 60 links, 60 rechts enzovoort. En wat je dan aan het doen bent, is hetgeen dat ik er juist heb uitgelegd. Je gaat de schouders van die VL6 vrijleggen. En dus je gaat met je VL6 tot hier ben je geweest. Dan een VL8 iets minder diep. Dan een VL10 slechts tot hier. Maar als je dan terug je VL6 neemt, ga je zien dat die niet hier, maar dat die plots tot hier geraakt. Omdat je dit stuk hebt verbreed met je handvijlen 8 en 10. Dus de schouders van die VL6 worden vrijgelegd. En daardoor gaat die VL6 dieper kunnen gaan. En zo win je 2, 2,5, 3 mm per keer. Dus je alterneert van VL6, 18, 6, 18, 6, 18, totdat je apicaal komt. Hè. Dat is even lastig, maar dat is hetgeen hoe dat je een geoblitereerd, een dichtgeslipt kanaal aanpakt. En dat lukt eigenlijk meestal. Dan ben je... Dus dan heb je je coronale twee derde heb je geprepareerd. Ik heb nu even een uitweiding gemaakt van een geobliterieerd kanaal. Nu gaan we de lengte van het kanaal meten. Je hebt daar een aantal toestellen voor. Ik werk op 4 plaatsen. Ik werk met dit meestal. Ik heb ook deze combo. Dit is de Connect met de Locate en de iPad. Die gebruik ik ook. En vooral die twee. Ik heb heel lang met dit ook gewerkt. Ik denk dat alle systemen zijn evenwaardig. Afhankelijk van wat je zelf prefereert, geniet het een voorstel het ander. Ik geef de voorkeur aan zoiets. Ik werk graag afzonderlijk. Als mijn lengte gemeten is, gaat dat toestel direct weg. Ik haat de kabels rond mij. Ik vind Endotone C een zeer echt een boeltje. Je papierpunten, gutta, cement, uw vijlen, uw cleanstand. Alles zit daar rond, uw elektrobepaler, uw motor. Dus ik vind dat heel veel bij elkaar. Dus ik wil altijd zo clean als mogelijk kunnen werken. Dus als mijn lengte gemeten is, gaat dat toestel weg. Dus vroeger gebruikte ik de Gold motor. Enige nadeel daar vond ik dat je met die kabels bleef zitten. Maar dat is natuurlijk allemaal persoonlijke voorkeur. Het voordeel van zo'n Gold motor is dat je alles in één bijvoorbeeld. Wat ik doe voor de linguale kanalen, en dat zie je hier in het groen, ik zet een stip op die cuspide en ik zet mijn spiegel volledig linguaal en ik kijk eigenlijk vanuit vestibulair en dan zie je tot waar dat je hoesje van je vijl komt om dus die lengte accuraat te kunnen meten. Dat doe ik eigenlijk altijd en op het einde kan je dat gewoon wegpolijsten. Dus nu heb je die lengte van de tand gemeten. En we hebben eerst die twee derde geprepareerd. Je gaat dan de lengte meten. Nu heb je je lengte. Dus nu moet je nog maar dat 1/3 beneden, we spreken over 2, 3, max 4 mm, ga je nog prepareren. Wat doe je? Je pakt terug je reciprocvijl, 2, 3 keer erin. En je bent klaar. En dan je handvijl 10. Handvijl 10 doe ik voor patency. Wat is patency? Ik doe in de meeste casussen ga ik patency nastreven. Dat wil zeggen dat je op het einde van je preparatie met een handvijl 10 tot 1 mm over die wortelpunt gaat eigenlijk in het systeem daar gaan duwen, zodat je je besmette debris, je besmette prop apicaal wegduwt in het bot waar je bloedvoorziening zit en waar je bloedvoorziening dat kan opruimen. Dus ik werk met twee vijlen, meestal een handvijl 10 en die reciproc vijl 25, geen vijl 15, geen glidepad vijl. Nu in deze casus ook vijlen 6 en 8, omdat ik dat wou laten zien van die sterke obliteratie. Ik heb gezien ook in het begin, zijn er toch een aantal, 50% zit langer aan één kanaal, van het begin dat je dat ziet tot dat je klaar bent en dat je kan gaan irrigeren. Dat vind ik heel lang, 10 minuten. Heb je een molaar van 4 kanalen, dan ben je 40 minuten bezig vooraleer dat je kan irrigeren. Dat vind ik zeer, zeer, zeer lang. Dan ben ik mij bij de volgende casus, bij de volgende slide, ik ga daar direct op terugkomen. Dit is het beeld na preparatie, 2 kanalen daar, 1 kanaal daar. Voilà, dit wou ik zeggen. Wat dat heel belangrijk is, you shape to clean. Je maakt vorm naar apicaal. Je maakt iets proper naar apicaal om juist te kunnen gaan irrigeren. Als je mij zegt, ja, maar ik ben 10 minuten of langer bezig aan één kanaal,
Ja, dat is veel te lang. Ja. Dus inderdaad, ik heb 5 vijlen nodig en een glijpadvijl. En ik moet die vijlen gaan verwisselen en ik moet met 5 mechanische vijlen tot apicaal gaan. Je hebt ten eerste veel meer ruimte om fouten te maken. Ja, als je met 2, 3 mechanische vijlen tot apicaal gaat, is de kans dat je daar per ongeluk over gaat en de constructie kapot maakt reëel. En ten tweede, per keer dat je met je mechanische vijl in apicaal gaat, ja, je maakt debris, je maakt vijlsel en dat smeer je in die wanden en je gaat je zijkanalen dichtslippen, die ook soms verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de lesies. Dus ik vind je moet een systeem gebruiken dat snel is, dat voorspelbaar is en dat liefst van allemaal goedkoop is. In onze casus hier, ik gebruik 1 mechanische vijl, 1 handvijl meestal. En vanaf het begin dat ik een kanaal zie, totdat ik kan irrigeren, duurt 2, 2,5, 3 minuten. Heel molaar zijn wij aan het irrigeren vanaf de verdoving na 12, 13 minuten, zoiets. Zit daar volop irrigatie in en zijn we zogezegd, zijn de kanalen klaar om te worden gevuld, weliswaar na een 40-tal minuten te hebben geïrrigeerd. Dus bottom line, hoe sneller dat je kan prepareren, prepareren mag zo snel mogelijk zijn, maar het moet goed zijn. Hoe sneller dat je kan prepareren, hoe meer tijd je over hebt om te kunnen kuisen, om te kunnen reinigen. Daar gaat alles om. Het doel van de endodont of het doel van een endodontische behandeling is om uw ontsteking apicaal weg te krijgen, om de bacteriën in de tand, in het kanaal te doden, weg te halen. Chemomechanisch, dus met vijlen en met chemie, hypochloriet, en om de bacteriën weg te houden. Vandaar dat we het ook gaan vullen. Dus verkort die preparatietijd en win op cleaning time en dan heb je een betere outcome. Irrigatie, heel belangrijk. Ik heb vroeger gewerkt met de endoactivator, uitgevonden door Cliff Ruddle. Onze collega Boutsioukis aan het ACTA in Amsterdam heeft daar baanbrekend onderzoek naar gedaan. En die liet ons zien dat de endoactivator, als je het eigenlijk gaat analyseren, doet eigenlijk niks. Nihil. Dus je gebruikt dat in een kanaal, dat wordt inderdaad melkwit, je hypochloriet, maar de Javel, de inwerking op jouw hypochloriet is dusdanig klein dat dat verwaarloosbaar is, althans apicaal. Dus het werkt wel coronaal, in het eerste 1, 1,5 derde doet het wel iets, maar daar heb je het eigenlijk niet nodig. Je hebt het nodig behind the curvature in de bocht waar je niet aan geraakt en daar doet de endoactivator bijvoorbeeld veel te weinig. De Irisave is een goed irrigantia activatiemiddel in rechte kanalen. Als de Irisave de kanaalwand aanraakt, doet die 0,0. Ook daar zijn allerhande studies over. De Irisave werkt zeer goed in een recht kanaal, in een breed kanaal, prima, snijtanden. Maar ga je in kanalen met een bocht, molaren, laat dit nu juist de kanalen zijn waar de activatie van uw irrigantie het belangrijkste is, daar doet de Irisave 0,0. Als die de wand raakt, is het gedaan. Doet die niets. Wat gebruiken wij? En dit vind ik een heel belangrijk. Ik heb veel collega's en veel vrienden van de universiteit die endo doen. Wij zijn opgeleid in Leuven. In Leuven gebruiken wij van Dentsply Wave wandvijlen. Goed vijlsysteem. Ik ga dat zeker niet afbreken. Ik kan daar goede casussen mee bereiken. Wat dat ik zie bij al die collega's, die komen allemaal naar VDW en die gebruiken allemaal de Eddy. De Eddy is onmisbaar in jouw protocol, is zo ongelooflijk krachtig. Er is een type van polyamide, werkt sonoor, niet ultrasonisch, maar sonisch. En die type die gaat apicaal op het einde continu op en neer trillen aan een hoge frequentie. Dat is juist hetgeen dat je nodig hebt. En de eddy gaat uw kanaal onwaarschijnlijk goed irrigeren. Ik gebruik de eddy uiteraard op het einde, daar gaat het om. Maar ook gedurende de hele behandeling. Ik gebruik de eddy bijvoorbeeld om een calciumhydroxidepasta uit een
extirpeert element te halen. Om bij een herbehandeling, als je toch stugge guttapercha hebt in de kanaalwanden, om met de eddy guttapercha uit die wanden uit te trillen. Om pulpaweefsel weg te halen, om ISMI leeg te krijgen. Op het einde van de behandeling, om de openingscaviteit te reinigen met solventen. Je kan daar zoveel mee doen. Het is single use per patiënt. Maar het werkt onwaarschijnlijk hard. Nadeel van de eddy is dat je een air scaler nodig hebt. En dus je hebt een toestel nodig, een van de deze dat je hier ziet. Ik denk de meest voorkomende is die van WNH. En een multiflex. Je hebt zo'n multiflex koppeling of zoiets nodig. Je hebt een air scaler nodig. En daar past die eddy tip op. Op dit past dat. En ook op deze kan je die aanzetten. Niet op deze twee. Dus op deze twee past het niet. Op de rest past die wel. Maar die lijst kan je bij uw vertegenwoordiger of bij Team Schaap bijvoorbeeld, kan je die lijst opvragen. Of een keer uitproberen. In VDW weet ik, als ik me niet vergis, die voorzien ook pakketten waarbij dat ze een air scaler, dat is dan van WNH, ze verdelen twee opties, waarbij dat ze een air scaler erbij bijgeven. Als je dat ziet, wat die doet en hoe actief die is, dat ga je hier zien. Jouw hypochloriet is per direct melkwit. Kijk, dus hier zie je die gaan. Dus je gaat eigenlijk op en af, op en af, op en af in het kanaal. Per kanaal ongeveer een 2, 3, 4 seconden. Dan ga ik er terug uit. Dan ga ik dat weer irrigeren. Dan ga ik er terug in. Dus dit doe ik per kanaal ongeveer op het einde. Ja, uiteraard langdurig. Maar ook tussen de behandeling om alles proper te maken. En dan krijg je echt van die gladde, glanzende kanaalwanden. En zo ontdek je soms nog een bijkomend accessoire kanaal. En dankzij de eddy ga je ook veel meer zijkanalen apicaal deblokkeren van hun smeerlaag. En ga je dus meer zijpuffs kunnen krijgen. Een saai stuk terug, even een studie. En dat wil ik toch even laten zien. Een studie die de eddy passief sonisch, niet ultrasoon, maar sonisch is. Die gaan vergelijken met een ultrasonic device, zoals de IRISAFE. Als ook met gewoon manuele irrigatie. Nu, wat blijkt uit die studie, zeer interessant, dat zowel in rechte als gekromde kanalen het aantal bacteriën, dat zie je hier, CFU is Colony Forming Unit, is met de eddy, de sonische, Passive Sonic Irrigation, is beduidend lager in vergelijking met de IRISAFE, ultrasoon of manueel. Dus in rechte kanalen, baf, minder bacteriën. Ook in gekromde kanalen beduidend minder bacteriën. Een significant verschil. En daar draait het om. Dat is het belangrijkste van uw endobehandeling is desinfectie, is juist die bacteriën te baas kunnen. Irrigatie. Ik werk overal met twee spuitjes van 3 milliliter tijdens de behandeling. Dus ik word uiteraard hervuld. Ik gebruik meer dan 6 milliliter. Dus ik ben bezig met één spuitje in de mond, een tip van 27 gauge. En je kan die kopen, wij kopen die bij Henry Schein. En die zijn per 100 verpakt. Een doos van 100 van Monoject. En ik ben het een aan het leeg spuiten. Het ander dat leeg is, wordt bijgevuld door de assistent. Hetgeen van mij in de mond is leeg. Zij geeft mij dat, ik spuit verder. Mijn haak hangt aan de rubberdam, dus er wordt continu afgezogen. Zij vult terug bij en zo blijf je eigenlijk het een na het ander spuiten. Een kleine inhoud van die naald, 3 milliliter, dus je kan meer druk plaatsen. Een spoelmiddel werkt in het kanaal op twee manieren. Enerzijds chemisch, en vandaar dat we hypochloriet gebruiken en niet gewoon fysiologisch water. Hypochloriet 3%. En anderzijds mechanisch. Als je bij een hoge drukreiniger met water tegen een muur spuit, is die muur ook proper. Dus ook de druk van jouw naald bepaalt de mate van irrigatie. Die naalden zijn side-vented. Dus je irrigatie komt aan de zijkant van die naald uit, niet aan het einde. Omdat je dan meer risico hebt voor een irrigatieaccident. Wat heb ik bij elke tand doe, en daar ben ik aan verslaafd geworden. Ik gebruik zo'n brush. Dit zijn borsteltjes van Vista. Zij verdelen die.
Er is een soort kanaalborstel, dat doe ik nog eens na de eddy. Ja, ik denk dat dat eerder is uit mijn, autisme. Maar dat gaat dus effectief nog het laatste van de smeerlaag, van debris, wat dan ook, van gut eventueel, nog weghalen. En dan heb je echt een prachtig, proper, glanzend kanaal. En dat kan ik niet laten. Dat doe ik altijd nog. Dat zijn borstels van Vista. Hier zie je ze. Dat is mijn irrigatieprotocol. En dat is ook onderbouwd door de Endodic Topics, wat een wetenschappelijke publicatie is van Hapasalo. Dus ik spoel met 3% hypochloriet, wat dat eigenlijk de job aan het doen is. Hoe hoger je je concentratie van hypochloriet gaat maken, hoe actiever je hypochloriet zal zijn, maar hoe agressiever ook je hypochloriet zal zijn. Als je tegen de 5,5% gaat gebruiken, dat gaat een beter antibacterieel effect krijgen, maar dat is zeer agressief op jouw dentine. En als je dat lang laat inwerken, heb je op termijn meer kans op cracks. Dat zijn onderzoeken die nu uitkomen. Ik heb vroeger gewerkt met 4,5, maar ik ben nu verlaagd naar 3%. Daarna die sonische, daarna of eigenlijk tijdens, ik doe dat tijdens een behandeling, de eddy. Op het einde van de behandeling gaan we de smeerlaag verwijderen met RTA. 17%, 1 minuut laat je dat inwerken. En je gaat nog een keer naspoelen met opnieuw hypochloriet. Een half minuut om de restanten van deze RTA weg te spoelen. Ethyleendiaminetetraacetaat is ook eigenlijk tamelijk agressief. Mag je dus niet te lang gebruiken. Je mag dat niet gebruiken tijdens prepareren enzovoort. Dit gaat uw RTA, gaat uw dentine verzwakken, gaat uw dentine doen eroderen. En dan heb je meer kans op letjes en in extremis. Maar dat is dan meer als je citroenzuur gebruikt op perforaties, omdat je uw dentine eigenlijk verzwakt. Hè. Dit was de RTA die we vroeger gebruikten. Een fles van Rucco kant en klaar, 17%. Wat dat ik nu gebruik is iets anders. Dual Rinse van Medsem gebruik ik nu, HEDP. En dit is, zoals je hier kan zien, een mild chelator for endodontic irrigation. Dit zijn capsules, dat zie je hier. En je gaat één capsule openmaken, aanmengen met jouw hypochloriet. Ja, 10 milliliter per capsule. Je mengt dat aan in een beker. Dan ga je die 10 milliliter gebruiken tijdens jouw behandeling. Dan ga je daarmee irrigeren. En dit is een combinatie van hypochloriet gecombineerd met RTA. Eigenlijk is dat 2-in-1, maar veel zachter dan de iets of wat agressievere RTA. Dit is 2-in-1, je wint tijd, je wint een spuit, je wint een naald, enzovoort, enzovoort. En het is eigenlijk ook veiliger. Dus dat gebruik ik. Obturatie, even kort uitweiden. Waarom gebruiken we een sealer? Een endodontische sealer. Als ik u meeneem naar deze casus, is het een opklaring, een andere patiënt, een opklaring op tand 46. Dus ons doel is, zoals ik daar straks zei, ons doel is om de bacteriën in het wortelkanaalsysteem 1 te doden en 2 weg te houden. Te doden chemomechanisch, hypochloriet en met de vijl wegnemen enzovoort. En weg te houden met de ruimte op te vullen. En uiteraard geen spleetjes te laten, ondervullingen te laten, waar uw bacteriën zich opnieuw kunnen gaan vermenigvuldigen en een nieuwe ontsteking na verloop van tijd in gang kunnen steken. Gutta-percha plakt niet aan kanalen. Dat is logisch. Gutta-percha is een rubber, kleeft niet aan dentine. Dus er is altijd een spleet tussen uw gutta-percha en de dentinewal. Daarom gebruik je die sealer. Deze studie, een oude studie trouwens, 1993, laat zien wat is de lekkage van menselijk speeksel in tanden die coronaal en van boven niet gedicht zijn. Dus ze hebben gewoon een wortel genomen, ze hebben die wortel gevuld met een vulmateriaal, in speeksel gelegd en ze zijn gaan zien met metingen hoe lang duurt het vooraleer dit speeksel gemigreerd is naar beneden en dus het kanaal heeft gecontamineerd.
Ja, als je kanaal leeglaat, dat spreekt voor zich, dat is zo logisch als pompwater, dan is dat per direct teruggecontamineerd. Ga je daar enkel een single cone, Guttapercha-conus, insteken zonder sealer, dan duurt dat ongeveer een 2,5 dag tegen dat het speeksel is gemigreerd naar apicaal. Dus we spreken zonder composietvulling. Ga je bij een van deze twee, dus bij deze twee is er een sealer aangebracht, verticale of laterale condensatie. Dus het inbrengen van de sealer, kijk eens, up, en we verhogen die duurtijd voor lekkage naar 7, 8, 29 dagen. Deze stijging is het effect zuiver en alleen van de sealer. Daarom gaan we een sealer toepassen. Die gaat de spleet tussen je guttapercha en een dentine sluiten. En zo krijg je één geheel dat eigenlijk volledig dicht is. Vroeger gebruikte ik non-Eugenol-based sealers, AH+ bijvoorbeeld, of resin-based sealers zoals Topseal. Nu gebruik ik in 100% van de gevallen een biokeramische sealer. Dat zie je hier. Dit zijn voorbeelden van biokeramische sealers. Die hebben allerhande voordelen. Die hebben een vochtige omgeving nodig. Die gaan niet krimpen. Integendeel, die sealers gaan expanderen. Die zijn antibacterieel. Die sealers hebben, hou je vast, een pH van 11, 12. Zeer basis, zeer antibacterieel effect. In de eerste 12, 18 uur, als die gaan zitten, als die gaan hard worden. Eigenlijk hebben die de eigenschappen van een vloeibaar MTA. En die binden ook aan dentine. Dit zijn de eerste sealers op de markt die binden aan dentine. En dus dit is in mijn ogen de future. Ik denk, ben eigenlijk vrij zeker dat we er allemaal gaan naar evolueren binnen een aantal jaren. Dus ik gebruik die sealer. Ik steek de papierpunten in de tand. Als de papierpunten daarin zijn, dan blaas ik op de pulpabodem. Ik droog nu met één papierpunt per kanaal, omdat ik die biokeramische sealer gebruik. En dan gaan we afbranden. Ik gebruik dit toestel van de biofil van VDW. Met het linkergedeelte brand je af. Ga je dus met je heatplugger tot beneden, tot ongeveer een 4 mm van de apex of tot aan de bocht, als je uiteraard niet dieper kan. Dat duw je aan en je spuit terug op met dit stuk en de backfill met het andere gedeelte van die biofil. Kom je dan naar boven. En dat heb ik ook even gefilmd. En dat ga je nu hier zien. Dus ik heb die guttas gecoat. Ik ben royaal in mijn biokeramische sealers. Ik ben daar helemaal in ondergedompeld. Ik steek de Guttapercha-conus in mijn kanaal. Ik had hem even geplooid, dus nu plooi ik hem terug. Dan steek ik hem erin. Nu ga ik controleren of ik tuck back heb. Dus ik wiebel een beetje aan die Guttapercha-punt. En ik controleer, zit hij een beetje stug, zit hij iets of wat vast in dat kanaal? Dat moet. Als hij zo los zit als iets, komt hij daar gewoon uit met het afbranden. Hier brand ik af, het terug uit. Dan duw ik een beetje aan met pluggers. En natuurlijk moet je dan uitkijken dat je ander kanaal niet blokkeert met opspuiten. Dus we spuiten op. Ik wacht in het begin even. Ik ga mijn heat plugger, dat je juist hebt gezien, van de backfill, zet ik op de guttapercha. Ik wacht een seconde, 2 seconden. Dan versmelt de punt om op te spuiten met de gutta die reeds in het kanaal zit. Dat wordt versmolten met elkaar. En zo ga je geen luchtbel insluiten. En dus nu duw ik het aan en alsjeblieft doe je eigenlijk een kopie bij die andere twee kanalen. Alright, John, back to slides. Thank you. En dan ga ik met een long neckbore die kanaaltjes afwerken. Dat is hier. Dat is ook een filmpje van. Dus ik neem een long neckbore en ga met chip blow. Dus momenteel is mijn boor aan het blazen. En al blazend, traag draaiend, ga ik over die kanaalingangen. En ga je zien dat je die eigenlijk mooi afwerkt. En dat je het teveel aan guttapercha zo wegwerkt. Dus een long neckbore met chip blow. Dus je hoekstuk moet aan het blazen en boren zijn tegelijk. Als je die optie niet hebt, laat dan uw assistent of zoiets blazen in de tand. En dan krijg je van die mooie afgewerkte rechte kanaalingangen op eindrix.
Voor een afsluiting, ik ga eerst dan zandstralen met een aluminiumoxide, 27 micron. Ik gebruik daar de AquaCare voor. Dan werk ik, tegenwoordig is dat heel dikwijls, of toch zeker voor molaren, met een EverX Flow. Dat is een vloeibare glasvezelversterkte composiet. Daarbovenop de G-Enial, de laatste 2 mm met deze. Dat is een hooggevulde vloeibare composiet. Soms ook gewoon een Clearfill APX is een stuurcomposiet. Dan werd gekaft met een brownie op rood hoekstuk. En daarna bij een molaar althans met zo'n cupje. En dan met die borstels. En die borstels gaan de polijstpoeders in de fissuren duwen. Hè. Dan heb je die eindvulling. Dan ga je nu terug naar de tandarts. Die was van plan, dacht ik, om daar een onlay of zoiets op te maken op termijn. Dan nemen we een eindradiografie. Dan krijgen we dit. En dan zie je dat je apicaal een klein zijkanaal hebt. En dit vind ik van breed apicaal goed. We hebben een kleine puf, een subtiele puf. Ik wil eigenlijk ten allen tijde een puf zien, weliswaar zo klein mogelijk. Maar als je een biokeramische sealer gebruikt, mag jouw puf wat groter zijn, want dat is een osteo-inductief materiaal, zeer biocompatibel. Dus een nalast met een puf van ceramic sealer is absoluut minder dan de nalast met een gewone klassieke sealer. Wat zie ik qua nazorg aan mijn patiënt? Ik geef een antibioticumkuur bij een herbehandeling of bij een necrotisch element, zoals hier. Deze antibioticum, dat is dan amoxicilline indien ze geen allergie hebben, of clindamycine bij allergie. Dit gaan ze slechts nemen indien ze koorts hebben, zwelling of een kloppende tandpijn in de eerste 48 uur na de behandeling. We spreken hier over een flare-up. Enkel dan starten ze die kuur antibioticum. En anders is dat een gewone klassieke pijnmedicatie zoals paracetamol en dafalgam dus. En vooral de eerste 2 à 3 dagen kunnen ze nalast verwachten. Ik zeg eigenlijk in het algemeen tussen de 5 à 10 dagen nalast. En dan zijn we erdoor. Voilà, ziezo, dank voor jullie aandacht. We zijn toch even bezig geweest, een dik uur, een uur en zelfs iets langer, anderhalf uur bijna. Hey, maar ik heb het gros van mijn topics hebben kunnen bespreken. Dus we gaan nu kijken voor vragen nog na de behandeling. Hè. Ik denk dat nu Tim er ook bij komt of zoiets, vermoed ik. We gaan eens kijken, want we gaan nu ook van scherm veranderen voor vragen te beantwoorden. Alexander. Ik denk dat jullie nu ook een andere. Ja? Hartstikke bedankt voor je lezing, wederom. Graag gedaan. Ja, aan alle deelnemers, in ieder geval bedankt voor het bijwonen van de lezing van Alexander. En er is nu tijd om vragen te kunnen stellen via de chat, die Alexander aan jullie gaat uitleggen eigenlijk. Dus mochten er vragen zijn, alsjeblieft stel ze, dan gaan wij ze behandelen. Goed, de eerste vraag, waarom lengte bepalen met een handveld 10 en niet lengte bepalen met een Reciproc Blue 25? En omdat het is veel te riskant. Ik heb inderdaad die studie laten zien dat jouw Reciproc Blue gaat in 93% van de gevallen duidelijk direct tot apicaal, maar dat is eigenlijk veel te riskant. Ik weet dat er mensen zijn, en voor alle duidelijkheid, dit raden wij niet aan, maar ik ken collega's die inderdaad zeggen, goed, bijvoorbeeld bij de Gold Motor, waarbij dat je kan prepareren en de lengte meten simultaan, die zeggen, ik vertrouw het toestel, ik ga erin en ik ga tot apicaal en het zal wel stoppen op de apex. Daar raden wij niet aan, omdat je dan al het vertrouwen, heel de techniek ligt bij het toestel. En als je een foute meting krijgt, dan is het gedaan. Als je aan het prepareren bent, een foute meting krijg je bijvoorbeeld bij een tand dat overkroond is. Een contact met het metaal geeft een foute meting. Een open apex geeft een foute meting. Een retreat, een herbehandeling is ook dikwijls niet echt zeer betrouwbaar als je al aan het prepareren bent en simultaan die lengte wilt meten. By the way, een truc, als je een metalen kroon hebt, wat je kan doen is teflon nemen, een stukje teflon van 5-6 mm, dat wikkel je rond je handvijl en
dan kan je dus de lengte meten. En als jouw handvel de tand aanraakt, komt er geen vals contact omdat je met teflon zit. Hè. Goed, dus daarom raad ik af om met die reciprocvijl al draaiend die lengte te meten. Zeg je nu van goed, neem gewoon die reciprocvijl en meet dat met de hand. Ja, die vijl komt niet zomaar beneden, die is een dikte 25. Je komt in een maagdelijk kanaal waar nog niets geprepareerd is. Dus dat is af te raden. Dus je gaat eerst 2/3 prepareren met de reciprocvijl. Vervolgens lengte meten met een handvijl 10 of 8 bijvoorbeeld. Maar we adviseren vijl 10. En dan de rest meten met de rest prepareren, bijprepareren met je reciprocvijl. Dan gaan we naar de volgende vijl, Tim. De constrictie beschadigen. Wel, je gaat je kanaal prepareren met een reciproc vijl 25. Die zijn 8% taper. En dus die kanaal is eigenlijk vrij breed. Ik overdrijf, hè. Die kanaal die gaan vrij breed. En dan ga je een handvijl 10 en een handvijl 25 nemen. Die zijn 2% taper. Dan komt er een smalle handvijl. Die gaat tot op de werklengte. Je kent die lengte. Dus je weet ook, je moet geen vijlbeweging gaan maken. Dat spreekt voor zich. Maar je gaat gewoon zachtjes passief met die handvijl op lengte. Vliegt die daar inderdaad over? Ja, je beschadigt geen constrictie, want er is geen constrictie. Nee, dat is het probleem juist. Dan moet je een constrictie gaan maken. Dan moet je beter gaan prepareren. Hey, tip, ga even iets korter prepareren. Maak een apical step. Ga in plaats van de volgende dikke vijl, 40 en 50, ga niet op 21, maar ga naar 20 bijvoorbeeld. Dat je echt een constrictie breder kan maken. En dan blijft hij gutta percha conus wel steken. Als je inderdaad met mechanische vijl 40 terug tot apicaal gaat, terug tot exact die lengte, heb je inderdaad kans dat je daardoor die constrictie terug beschadigt. Maar apical gouge bij de handinstrument 2%, die met andere woorden nergens in het kanaal vastzit, enkel apicaal voelt en werkt, is een veilige methode. Volgende vraag, Tim. Of Sabine, de volgende vraag. Mijn eerste bovenmolaar, moet je 2 reciprocvijlen gebruiken, bijvoorbeeld 25 voor bucaal en 40 palataal, 25 palataal. Voilà, inderdaad. En dit horen ze niet graag, hè? Maar ik ben op dat vlak zeer eerlijk. Dus ik gebruik Dofis 1 mechanische vijl 25 en reciproc 25. Die vijl doet al uw werk. Inderdaad, ga je kijken naar palataal. Ga je nu nog een mechanische vijl die even duur is als die vijl 25, ga je die gebruiken voor dat palataal kanaal, waar, laat ons eerlijk zijn, die vijl misschien apicaal 2-3 mm slechts werkt en eigenlijk 2 keer niks doet? Nee, dat vind ik gewoon de financiële inspanning niet waard. Dus dan gebruik ik mijn vijl 25, heb ik gebruikt in palataal, eerlijkheidshalve, die doet daar dikwijls niet zoveel. En dan ga je met een handvijl 30 tot apicaal, een handvijl 35, een handvijl 40, tot werkelijk totdat je vijl stug zit. Dus dan ga je met handvijlen werken en u zal zich ervan verbazen dat je alsnog kan vullen met geteperde gutta percha conussen. Dan neem je een gutta percha conus van bijvoorbeeld, ik gebruik altijd van VDW, de gutta's van VDW. En je kan een tipsnip gebruiken van Densply. Dat is zo'n blauw toestel met allemaal rondjes in. En per rondje heb je verschillende apicale diameter. Dus je kan een gutta percha conus die aan de tip 25 is, steek je in een gaatje van 40. Dus aan de onderkant komt daar een stuk uit, totdat die vijl aan de bovenkant breedte 40 heeft. Als je die dan snipt, heb je eigenlijk een nieuwe gutta percha punt dikte 40 en die gebruik je in het palataal kanaal en dat gaat perfect. Dus ik zou inderdaad geen 2 mechanische vijlen gebruiken of het moet nu het moet gaan over een zware retreat palataal waarbij dat je echt breed moet gaan prepareren palataal. Oké, dan gaat uiteraard een mechanische vijl veel rapper gaan, maar in het gros doe je dat eigenlijk met handvijl. Ik denk dat het antwoord op je vraag was.
volgende vraag. De pilot van Reciproc, die heb ik dus straks verteld. Ik gebruik inderdaad in het vierde kanaal van de bovenmolaren, van tikkels in het tweede bovenmolaar, heb je ook een vierde kanaal. Daar gebruik ik de AirPilot en dat is een glijpadfeil. En nu ben ik mijn eigen aan het tegenspreken. Ik heb er juist gehamerd op het feit dat we geen glijpad nodig hebben. En nu zie ik dat ik wel een glijpadfeil gebruik in dat ene kanaal. De AirPilot is op de markt gekomen door VDW en is een mechanische glijpadfeil, zoals ProGlider enzovoort, met het verschil, dit is de eerste en momenteel enige glijpadfeil op de markt die reciproc draait. Hè. We hebben straks besproken de voordelen van die reciproc beweging, veiliger, sneller, geen fractuur, minder fractuur enzovoort enzovoort. Dus een reciprocerende glijpadfeil is veiliger dan een continu roterende glijpadfeil. 1. Waarom brengt VDW een glijpadfeil op de markt als je het niet nodig hebt? Omdat wij aan mensen die zeggen van kijk, ik werk met mijn systeem continu roterend, maar ik zoek toch een veilige glijpadfeil. Die mensen komen naar ons en die pakken de AirPilot. En 2, als je echt zeker wilt zijn, desondanks het niet nodig is, gebruik ik het toch. Hè. En je kan zeggen, in theorie zou ik dat vierde kanaal kunnen behandelen zonder die AirPilot. En zou ik kunnen zeggen, het is hiervoor gemaakt, ik pak mijn handveld 10, die gaat er tot apicaal, ik pak een reciproc en we zijn klaar. Maar er is zo'n dicht nauw kanaal en ik voel mij persoonlijk veiliger, meer comfortabel om dan een AirPilot-file te gaan gebruiken. By the way, het is ook gewoon veel sneller. Hè? Een AirPilot-file vereist dat je slechts met file 8 tot apicaal moet geweest zijn en niet met file 10 zoals de R25-file. Dus je wint een aantal minuten omdat je niet moet gaan kolteren in het dichtgestipt kanaal. Als jouw file 8 tot aan beneden komt, dan kan uw AirPilot ook gewoon tot daar. Maar vooral duidelijkheid, eigenlijk staan die twee systemen los van elkaar. AirPilot heeft in C niets te maken met Reciproc. Het een heeft het ander niet nodig. Kan ik enig gebruik met zatelijk ultradenser suppression neutron? Ik denk, Tim of Sabine, hier moet je even tussenkomen. Je hebt een air scaler nodig. Maar Satellic is een ultrasoontoestel waar je, als ik me niet vergis, tips opschroeft voor tandstenen verwijderen enzovoort. En daarbij ook, dat past daar dus niet op. Hè. Een Satellic toestel is een ultrasoontoestel. Je hebt iets nodig waar luchtdruk uitkomt. Hè. Dus je hebt een koppeling nodig waar bijvoorbeeld een aerotor ook op past. Of waar de connectiestuk... Ik ben de naam even kwijt, oppast en daarop gaan die, de airscaler. Hè. Dus je hebt een connectie nodig waar dat zowel luchtdruk uitkomt en dat heb je niet bij de satelliet. Dus het moet een airscaler zijn. En dan moet je een keer informeren bij de vertegenwoordigers van VDW, wat dat zijn, want ze kunnen die pakketten aanbieden met een airscaler in, maar dan moet je gewoon weten dat je de juiste koppeling hebt om die op te zetten. Gebruikt u een glijmiddel? Nee, absoluut niet. Integendeel, koop nooit Glide. Gebruik geen Glide. Dit is volledig contraproductief. Het is bewezen dat Glide is een milde gelater. En Glide zal jouw dentinevelsel ervoor zorgen dat dat niet oplost. Dat het allemaal bijeenhouden. Waardoor, en nu komt de kat op de koord, waardoor de frictie juist gaat verhogen in uw kanaal. Dat is eigenlijk onwaarschijnlijk. Hè? Dus professor Matthias Sender heeft dat ontdekt. Dat als je Glide gaat gebruiken, waar je ten eerste een arm en een been voor betaalt, dan gaat dat een negatief effect hebben op uw preparatie. Uw kanaal gaat uitdrogen en het gaat samen klotten. Dus gebruik geen Glide, gebruik geen glijmiddel, dat doet juist niks. Dat is allemaal de verkoop en de reutemeteut, gebruik gewoon hypochloriet. Ibuprofen na de ingreep. Wij schreven inderdaad altijd ibuprofen voor, 600 milligram twee keer per dag, de eerste en de tweede dag. En wij
adviseren dat aan bijna elke patiënt, behalve zwanger, borstvoeding enzovoort, de contraindicaties. Wij zijn daar tijdelijk in corona mee gestopt, omdat er een aantal studies waren die vermoeden, aantoonden dat ibuprofen een interactie kan hebben met receptoren van corona enzovoort enzovoort. Voor alle duidelijkheid, dat is weer EuroTalk, dus ik heb daar geen studie van gezien. Wij zijn daar tijdelijk mee gestopt, maar dit gaan wij terug opnemen. Dus inderdaad, had ik deze lezing een jaar teruggegeven, zou ik inderdaad zeggen, qua nabehandeling, ibuprofen 2 dagen, 600 milligram 2 keer per dag. En dan het antibioticum in die nodige koortszwelling of kloppende tandpijn. Ja, dus ik werk op 4 praktijken. Hey, welke motor gebruik ik? Ik heb de VDW Connect gebruik ik. Dat is een draadloze motor. Die gebruik ik in Nederland. En ik heb gewerkt met de Gold motor vroeger. Maar nu gebruik ik de VDW Connect eigenlijk voor een heel simpele reden. Ik werk elke dag ergens anders. En daar is het makkelijkst zonder kabels enzovoort enzovoort om mee te kunnen nemen. Maar dat is allemaal persoonlijke voorkeur. De Gold Reciproc motor heeft een pedaal, heeft een motor daarbij. Dat is niks voor mij. Dat is ook andere feedback. Je moet met je voet duwen op de pedaal en dan werkt je vel in je hand. Een Connect hoekstuk heeft een knop in de hand, dus ik duw hier en hij werkt daar. Ik vind dat een beetje anders, maar nogmaals, dat is persoonlijke voorkeur. Ik weet dat er heel veel groepspraktijken zijn die genieten van de Gold motor. Dat is alles in één, lengtebepaler en vuilsysteem. Dus je hebt maar één toestel nodig en die vind je dat veel, veel handiger. Maar ik, omdat ik op 4 locaties werk, voor mij is dat niet zo handig. Een irrigatiefase van 1 kanaal en hoeveel milliliter hypochloriet? Op zijn minst 10 milliliter per kanaal ongeveer. Dat gaat heel snel vooruit. Dan spreken we over 2-3 keer het doorgeven van zo'n spuitje. Op het einde alleen al. Dus ik denk dat ik in totaal gemakkelijk aan de 15-20 milliliter zit. Van het begin tot het einde. Je maakt hem open, hypochloriet, prepareren, spoelen, handvel enzovoort. Dus dat zal rond de 15 à 20 zijn. Dat gaat heel goed vooruit. En hoe lang? Dus zoals ik er straks zei, als ik het kanaal zie, is het na 2-3 minuten klaar om te worden geïrrigeerd, finaal. En dan werken wij ongeveer 30-35 minuten. Laten we dat inwerken, irrigeren, spoelen. Na een tijd laat ik even een bad hypochloriet staan. Ik ga weg, ik maak al het dossier, ik geef al de behandeling in, ik maak al een doorverwijsbrief. Dat je bezig bent, dat je tijd wint. Na 10 minuten kom ik terug, heeft hypochloriet ingewerkt, spoel ik nog wat en dan begin ik te vullen. Dus ongeveer een half uur, een dik half uur op het einde laat ik het inwerken. Kanaal vullen met single cone, met de gutta percha, horen bij reciproc veil in combinatie met een biocramic sealer kan ook absoluut. Hoe doe je dat precies en waar moet je op letten? Je moet letten op het feit dat je gutta percha conussen die moeten passen. En dus gebruik inderdaad bij horende gutta percha conussen. Je kan de gutta-cones pakken van de oude reciproc-vijlen en de reciproc-M-wire. Die zijn zeer breed getaped. Die vind ik handig als je single-cone zou doen in een breed kanaal. Ik denk aan een distaal kanaal van een ondermolaar. Ik denk aan een palataal kanaal in een bovenmolaar. Voor de andere kanalen zou ik smalle gutta-percha-conussen pakken van VDW. Dat zijn dus de gutta-percha-conussen van Reciproc Blue. En die zijn veel fijner geprest en die passen apicaal perfect, maar die hebben een heel smalle, ranke schacht. Dus die gaan met andere woorden, daar gaat het om, altijd perfect tot apicaal. Dat is een goede techniek. Dus inderdaad, door het feit dat je bioceramic sealer gebruikt, als je de juiste gebruikt, maar de meeste zijn inderdaad met een koude vultechniek, is dat prima. En je moet gewoon zien, alles gaat erom het irrigeren, reinigen. Zie dat je preparatietijd kort is, dat je lang kan irrigeren. Vul dan met een biocramic sealer, dat is een topbehandeling. Perfect, zeer goed. Volgende vraag. Of zijn we erdoor, Sabine? Geen vragen. Oké, perfect. Dus wat ik en Tim
wat dat wij deden voor corona, wij gingen in Nederland eigenlijk in praktijk rond, waar dat we een soort gelijke presentatie gaven, gevolgd door een hands-on cursus. Dus zeg je van oké, ik ben wel getriggerd door het reciproc systeem en ik wil toch nog een keer persoonlijk vragen stellen of echt een hands-on, dat ik er ook bij ben, dat we een keer zien hoe prepareer je, of je houdt een uitgetrokken tand bij, dat we een keer samen op een humane tand oefenen. Dat kan. En dan neem je contact op met Team Schaap. Dan komen we tot bij jullie. Breng dan misschien een tandarts of 10, 15 bij elkaar. En dan kunnen we zo echt een hands-on cursus bij jullie in de praktijk uitvoeren. Dat hebben we vorig jaar dikwijls gedaan. En dat is uiteraard toch nog een andere ervaring dan gewoon alles op webinar te volgen. Hè. Zijn er nog vragen? Dan is het nu de moment. Die kan je nog stellen als je nog met iets ziet dat nog onduidelijk is of zoiets. Topics die volgens je niet besproken zijn of nog iets anders. Stel ze gerust. En nu zijn we er nog. Maak echt gebruik van Alexander nu dat hij er nog is. Laatste vraag. Ja, ja. Eddie, niet te veel aerosolvorming. Te veel aerosol. Bij de Eddy heb je evenveel in mijn ogen, zelfs minder aerosol dan bij de aerotor. De aerotor bijvoorbeeld, openingscaviteit, daar spuit je echt het water tegen de tand, dat weerkaatst dan terug. De Eddy gaat geen water uit de Eddy spuiten. Dat is gewoon een tip die wordt geactiveerd, dus er komt geen water uit de Eddy. De Eddy werkt in bleach. Daarboven moet je ook realiseren, tegen dat je de Eddy gebruikt, heb je... In mijn geval dan zuurstofwater laten spoelen, isobetadine laten spoelen, hypochloriet. En dan vraag ik mij af, wat van virus is daar nog levend? Hè? Dus op het einde van de behandeling kan het me eigenlijk niet schelen dat er aerosolvorming is. Want ik ben in mijn hoofd, maar kan fout zijn, in een iets of wat steriele omgeving bezig. Hè? Dus ik heb geen schrik voor aerosol bij de Eddy. En er wordt inderdaad wat kofferdam gebruikt. Hè? Dus je bent op één tand bezig. Tim, is er nog iets wat jij wilt zeggen of afsluiten of het een of het ander of zoiets? Ja, als er voor de rest geen vragen meer binnenkomen, dan heb jij alles gezegd wat je wil zeggen. Mochten jullie interesse hebben om een keer persoonlijk contact te hebben, of dat ik bij jullie in de praktijk langskom, al dan niet met Alexander. Als jullie willen dat Alexander meekomt, dan moeten jullie minimaal met 8 tandartsen zijn. Dan krijg je Alexander erbij. Ja, en dan zijn wij bereid om bij jullie een persoonlijke presentatie te verzorgen. En als jullie 1-op-1 contact willen met mij, dan ben ik uiteraard... beschikbaar voor jullie om 1-op-1 te komen praten over alles wat VDW te bieden heeft voor jullie. Ja, nog één vraag, Tim. Dus ik spoel inderdaad de hele tijd met dat dual rings mengsel, de hele tijd. Hè. Dus wij mengen dat dan voor de behandeling. Je mengt dan een minuut aan. Dan gaan die korrels oplossen in hypochloriet. En dat gebruik ik van het begin tot het einde. 1 spuit, of ik zal zeggen 1 spoelmiddel. 1 naald, 1 spuit, de hele tijd, start to finish. Je hebt geen EDTA meer nodig, je hebt geen citroenzuur nodig. Het is enkel hypochloriet met een milde gelator die dus het effect van EDTA overpakt. Hè. Dus inderdaad, dat ene middel de hele behandeling lang. Goed, dan denk ik dat we erdoor zijn, het team. Heel graag gedaan. Bedankt dat jullie met zoveel aanwezig waren. Hè. Dat was heel plezant, wat dat leuk om te doen. Ja, Alexander, nogmaals bedankt. Ook van mijn kant en van Sabine, van John en van Caroline. Ik denk dat het een mooie tijd is om nu af te gaan sluiten en te genieten van een mooie, warme nazomeravond. En ik weet niet of jij nog wat eraan toe te voegen hebt, Alexander. Het is zoals ik zei, dus als je inderdaad wilt dat we bij jou in de praktijk komen, dan kan je dat regelen, dan kom ik af. En als er vragen zijn of zoiets, kan je via Team mij contacteren en dan lossen we die vragen op. En voor de rest genieten we van de endos. Hè. Het is zo makkelijk als je, het is zo een gemakkelijke
die visie als je gewoon met de juiste instrumenten werkt. Dus zie dat je eigen protocol is het beste protocol, maar zie dat je met een voorspelbaar, simpel, veilig systeem, niet met te veel troelala eraan, laat u niet wijsmaken, glide enzovoort. Dat zijn allemaal geweldige commercials, maar het alles draait en gaat om hypochloriet. Je ziet dat je shaping dan klein is en inwerking van hypochloriet maximaal is onder je perdam. En dan komt het meestal goed. Voilà. Tim, ik ben afgerond daarmee. Ik heb ook niks meer toe te voegen. Dus voor de laatste maal bedankt iedereen voor het bijwonen van deze lezing. En mochten jullie vragen hebben, dan weten jullie ons te vinden. Bedankt!